Mocht je hem überhaupt spreken? Mochten jullie hem spreken? Hoe zat dat vandaag? Nou ja, ik dacht dus dat Louis een beetje aan onze kant stond. Wij worden natuurlijk geboycott door de spelers. Maar goed, er waren vandaag allemaal één op eens met Louis. Nou, daar waren wij niet voor uitgenodigd. Ik dacht echt dat het een vergissing was. Ik ben op de perschef afgestapt en toen zei hij nee. Louis heeft besloten om geen één op één interviews met Vandaag Inside te doen. Ook niet met de Telegraaf, althans Valent en Driessen. En ook niet met Voetbal International of Martijn Krabbedam. Dus wij drie, daar geeft hij geen één op één interviews aan. Wel in de persconferentie. Maar niet zo. Ben je een geweldige lul als je dat doet. Dan laat je je zo ontzettend kennen door een paar media die kritisch zijn. Die worden dan overgeslagen. Ja. Dan moet je toch diep schamen als je zo. Of een grapje maken over hem. Ja, of een keer een beetje in de maling nemen. Ja, het zou mij een worst zijn. Maar zo'n Martijn en zo'n Valentijn, die moeten daarheen. Dat zijn de outlaws natuurlijk. Een beetje van de pers natuurlijk. Ja, deze manier. Kijk, netjes weer. Ja, die horen er niet bij. Hè. Die zijn een beetje buiten beeld op die manier. Ja. Het is wel lachwekkend allemaal. Hij blijkt dus gewoon heel erg gevoelig te zijn voor kritische teksten. Eigenlijk best positief bent over hoe hij het aanpakt. Ja. Toch? Ik ben helemaal niet negatief over. Ik vind een vreselijke man met zijn theorieën van de totale mens. Maar als trainer helemaal geen probleem. Nee, hij doet hartstikke goed. Maar dit is dan weer heel kinderachtig.